Yo, welkom bij een nieuwe vlog. Yo, hallo. Hallo. Nou, dit is een beetje onze dagelijks uitje aan het worden, hè? Ja, ik vind het altijd zo heerlijk. Troep in de auto. Ons spullen, heerlijk. Ja, in principe is helemaal aan het Marie Kondo'en. Maar dan zonder Marie Kondo, gewoon uit zichzelf. Lekker aan het ontspullen. Dus we zijn nu op de Velstort. Maar daar is ook een bak voor de kringloop. En sinds we dat hebben ontdekt, gaat Siep helemaal los. Alles wat er dan voorbij komt, zegt hij, ja, dit. En zeg ik, ja, weet ik niet. Zegt hij, ja, maar daar kan je echt iemand anders blij mee maken. Ja, dan ben ik al een beetje overstapt natuurlijk. Dan denk ik, ja, wel waar. Of het staat hier gewoon niks te doen. Of je maakt er iemand anders blij mee. Nachtlampje van Jeppe, die hij een beetje eng vindt. Allemaal van dat soort dingen. Hop, naar de kringloop. Een kaarsje in de kringloop. Je kan dus alles hier zo neerzetten. En deze mensen zorgen dan weer dat het bij de juiste mensen terechtkomt. De auto is inmiddels helemaal leeg. Hier is hallo mijn date van vanmiddag. De kinderen hebben date van vanmiddag? Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik ga jou even leren hoe je moet koken. Joehoe! Nee, we hebben vandaag een kookworkshop. De kids hebben oppas, dus die zijn gewoon lekker thuis. En wij gaan op kookdate. Ik vind het echt mega leuk. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop dat we ook iets heel lekkers gaan maken. Ja, ik ook. Als je elke kookworkshop zegt, ja, en dan op mijn buik een beetje. Oeh, kookworkshop. 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 Ja. Nog één keer rappelen. Vet leuk. Dit is hier bij Siemens. Dus we zijn nu in de parkeergarage, auto geparkeerd. En nu op zoek naar de keuken. Sas, ja? Je bent weer terug op school. Ja. De kookschool. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ja, hè? Ja, we zien het echt als een soort date, maar eigenlijk is het ook een soort uitleg over... Nee, je moet gewoon aan de slag, hoor. Oh ja, sorry. Ik ga al staan. Nee, maar het is een uitleg over onze oven. We hebben natuurlijk vorig jaar keuken besteld, alle apparatuur erin. En we hebben dus thuis nu een super luxe stoomoven. En het enige wat ik er nu in bak is ovenfrietjes. Of groenten, terwijl je er super veel mee kan. En ik ben Ivo. Ik ga Sas en Siep natuurlijk helpen met de begeleiding omtrent die ovens hier vanuit het Inspiratiehuis. En al die groenten en al die producten die hiervoor liggen, die gaan we ook, althans, die gaan zij ook lekker bereiden en lekker maken. Want ik ga zo min mogelijk doen, kan ik je vertellen, maar ik ga het wel maken. Ja, je gaat het er wel moeilijk maken, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Hier echt helemaal een beetje oosters-achtige... Oh, dat is wel jouw stijl, hè? Dat is helemaal mijn stijl. Gaan we een soort tahin maken? Dat is niet oosters. Tahin wel. Tahin? Dat is toch dat is Arabisch, toch? Ja, Midden-Oosten. Ah, oké. Ik dacht als Azië. Oh, sorry. Dat oosten. Wij gaan even luisteren naar wat we precies gaan maken en wat het niveau gaat worden. Is het nog een soort challenge? Wie er, zeg maar, wie lekker... Had jij gaan proeven? Of, Ik ga sowieso proeven. Ik ga mee eten ook. Want ik heb natuurlijk een schaaltje extra bijgezet. En dat wil natuurlijk wel veel beter wat jullie maken. Dus ik zal het oordeel aan het einde misschien even vellen, of niet? Ja, ja. Wie wint er altijd? Ik, team Sas. Altijd. Ben benieuwd. Oké, de baas heeft even gehoord wat we gaan maken. En we gaan gewoon al mijn lievelingseten maken. Niet normaal. Hier dus een mini pokeball. Nou ja, noem het maar mini. Hè? Ja, nou ja. Ik moet mini zeggen, want het wordt voorgerecht. Dus als we hem heel groot maken, dan kan het niet meer op. Dit wordt lekker gesneden brood met... Gestoofde aubergine. En dit worden aardappeltjes met kip. Om het even heel simpel te zeggen. En groentecurry. Dat is jouw lieveling dan weer. Ah, ik lust alles, joh. Alles is mijn lieveling. Ja, maar curry is wel echt jouw lieveling. Curry, ja, ik hou wel van. En dessert? Ja. En dessert? Scones! Oi. Hoe lang mogen we hier blijven? Nou, ik heb tot 10 uur vanavond. Nee. Hoe lang zullen we bezig zijn? 2 uurtjes, denk ik. Lekker. Nou, aan de slag. Succes, ja, jongens. Ik zie hier een schortje. Oh, kijk eens. Zo, die is voor mij. Siep. Deze om. Netjes. Dit staat nog eens goed, hè? Professioneel, hartstikke idee. Siep heeft mij iets beloofd en dat is een pokeball met hartjeswortels. Ja. Hoe gaat het hier? Met je hartje wortel? Ik weet niet, ik had een idee bij, maar het wordt nog een beetje fine-tunen. Maar als je dit kijkt, is het een hartje of niet? Nou, kijk nou. Wat een romanticus, hè? Is dat nou? Onthoud je dit voor thuis? Dit zijn toch hartjes, of ja, niet? Ja, ik vind ze heel leuk. Kijk ja, dan. Zijn ze te groot, te dik, te plat? Mijn hart is nooit te groot. Nee? Van ja. Saskia heeft een trucje voor de knoflookteen. Die heeft ze natuurlijk geleerd van iemand. Ja. Verklap niet wie. Nee. Wil je het laten zien ook? Ja, ja, ik ga het laten zien. Geef maar. Hier, hebben we de teen knoflook. Nou, dat is natuurlijk altijd een geëikel om dat te pellen. Wat je doet, is je snijdt het kontje eraf. Zo. Toppatee.
Daarna plet je de knoflook. Ja. Ja. En dan? Ik heb hem iets te ver geplet, denk ik. Is niet erg. Schud je hem? Uit je jasje. Oké, wacht. We laten dit nog even aan een professionele kok over. Die laat het namelijk even heel goed zien hoe het wel moet. Dit is voor heel veel mensen is het een soort van culinaire life changing. Wat Saskia al verklapte, hij heeft natuurlijk een onderkant en een bovenkant. Dit is de onderkant, daar zit hij altijd vast in het bolletje. Als je die nou neerlegt en je snijdt het onderkantje eraf en je plet hem, dan pak je hem aan het puntje en dan schud je hem eigenlijk zo uit zijn jas. En dan kunnen we nog één stapje verder. Als je hem één keer halveert, op die manier, en je legt hem op de rand van je snijplank met het mes erbovenop, handvat van de snijplank af. Dan druk je hem plat, nogmaals, en de laatste is een klap. Dan ben je namelijk eigenlijk al klaar. Zeker als je nog even vier keer je mes erin haalt, dan heb je dus fijn gesneden knoflook. Kijk, ik moet wel zeggen dat hij voor mij uiteindelijk best wel gelukt is. Ja, dat is cool. Ja. Kijk, ik schudde het jasje er wel zo af. Maar, goed, Sas. Ja. Oh, wat gaan wij veel knoflook eten. Oh, joh, ik zit stil. Dat is mooi, dit ligt ook heel dicht bij jou, heel tijd. Ja, maar ik ben hier zo slecht in. Dan ben ik hier aan het lezen en ondertussen pak het gewoon weer aan. Dan moet gewoon in hele grote letters gewoon staan. Doe erbij, klaar. En dan moet ik wel per lezen. Pagina gewoon omslaan. Ja, dat is allemaal goed. Zet aubergine apart. Oh, wacht. Nee, daar ben ik nu. Meng goed. En maak op smaak met peper en... zout en citroen. We hebben inmiddels een slachtoffer al. Ik had het niet eens door. Ik doe even mijn schort af, want ik wil naar de wc. Ik denk, hé, er zit bloed in mijn schort. Ik denk, waar komt dat nou vandaan? Ja, dan kan je naar huis. Gewond. Afgevoerd. Jammer. Nou, volgens mij hebben we een winnaar. Nee. Ja, mijn pokeboltje. Alles ligt klaar. Garnering, dressing. De rijst is hier mooi aan het stomen. De groenten erbij. Het is nog een minuut en 23 seconden, Sas. Even serieus, je wordt helemaal enthousiast van dit koken. Waarom heb je dat thuis nooit? Ja, geen tijd hè, die kids en zo. Jawel. En ik ben er dan niet bij. Nee, precies. Er kijkt niemand op mijn vingers. Ik voeg er een wedstrijd element aan toe en meneer gaat helemaal uitgepraat. Horsjesju. Pokeball, zei ik. Het ziet wel lekker uit. Nog even je furikake. Mijn furikake? Oh ja, furikake. Oh, je hebt het nog niet af? Nee, dit is nori furikake. Hey, maar je hebt dit gestoomde rijst met daarna gestoomde groenten. Ja, en dan gesegmenteerd opgemaakt. Ja. En dan een eitje in wedges erop. Ja. En dan een beetje dressing. Allerlei dingen, ik weet het, ben het vergeten. Nee, alles ongeveer wat hier staat. Ja, sojasaus en alles. En sesam. En dan heb je een pokeball. Ja, superlekker. Helemaal uit de oven. Maar dat moet jij toch wel echt heel lekker gaan vinden. Ik hoop het. Zijn er stokjes? Really? Ja. Of in een lek? Nee, dat is best wel. Is weer een lek? Nou, oké. Hey, maar dit is wel een spannend moment. Jij bent echt, als er pokeball op de kaart staan, dan ben je al gelijk fan van de hele tent. Ja, gewoon fan van de hele tent. Ja. Ja, ik vind het al helemaal fantastisch dat er hartjes, wortels tussen zitten. Dus ik ga het een klein beetje combineren. Een beetje worteltje, Spannend. Dit vind ik echt wel spannend. Kijk, ook een, hoe heet dat? Dit gaan we in slow motion laten zien. Ja, zal ik gewoon heel langzaam eten. Dan hoeft het niet te slopen. Ja. Ik kan niet. Nou, nee, geen grap. Dit mag jij zeker vaker maken. Ja? Ja, absoluut. Dat is echt heel lekker. Die dressing is ook gewoon helemaal goed. Die hele saus rook al gelijk zo, oh ja, hoe ruikt dat? Maar ja, als je het een beetje zo ziet, dan denk je, oh ja, gewoon een groente, heel veel groentebol. Maar met die saus erover. Nou, liefie. Thanks, man. Ik heb nog een crostini. Oh, jammer. Maar het is door die stomen van die groenten, zijn die groenten ook veel lekkerder gebleven. Ook wel lekker. Veel meer bite, qua kleur. Is het mijn eetlepel? Wil je er een lepeltje bij? In één keer op. Voor de mensen met grote mond. Oh, ik ga ook proeven, Sas. Ik kan ook niet wachten. Heb je nog een voorkeur voor nee, de hoge plaat? Dat maakt bij vierde eten terug niet uit. Oh, dat is ook wel waar. Het komt van alle kanten. Yeah. Kijk eens, Siep heeft er eentje voor zichzelf gemaakt en drie voor mij. Ja, bluff. Doe maar. Nee, kan ik niet meer op. Nee, wat heb je dat al gezien? Wat allemaal ligt. Ja, precies. Oh ja, gemiddelde stoom. Oh, zelfs. Oh, ik zou bijna vergeten. 15 minuten. Dat was hem. Ja, maar dan moet ik naar de wekker. Nee, de linkerkant, sorry. 15, start. Ja. Chef, zeg je dan. Very good. Very good. Ja? Heb je die klopen? Ja.
Kijk, die scones staan erin, maar ondertussen hebben we dus ook nog eens dit gemaakt, hè? Oh, 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 oh. Nou, Siep, vertel even. Nou, kippetje met? Kippetje met yoghurtmarinade met lekkere kruiden. En je hebt een groentencurry gemaakt. Mm-hmm. Met groenten. En rozenval aardappeltjes in de jas in de vorm van een wedge. Wedge. Mm. Lekker? Nice and crispy. Nou, dat was serieus heel lekker. Oh, kijk naar die scones ook. Oh. Ik wil echt heel lekker uit. Ik was even bang dat hij mee had genomen. Weet je nog hoe je die maakt? Ja. Nu weer morgenochtend. Dan neem ik hem mee. Nee, graf maken. Ja, heb ik graf gemaakt. Weet ik, maar... Morgen ook. Neem ik hem mee. Okay. Ik zit zo vol. Ja, ik ook. We hebben echt staan koken. We hebben het ook wel echt verdiend, hè, dat lekker eten. Ja, maar je gaat 4 gangen koken. Ook gewoon om te weten hoe die apparaten allemaal werken. Maar ja, ook gewoon omdat het natuurlijk superleuk is om dat gewoon allemaal te maken en te doen en te proeven. Maar uiteindelijk zat het wel het eerste gerecht dat ik dacht, oh, dat is echt lekker. Dus ik heb heel veel pastries opgegeten. Toen die pokeball. Oh, die was lekker, hè? Zo gruwelijk. En maar even tussendoor, dat was wel echt het lekkerste. Ja, weet je. Ja, nou, dat vinden we nu gewoon even Aziatisch. Dat vinden wij nu gewoon even heel lekker. Ja, dat is nu even onze. Dus dat was gelijk goed. Maar toen dacht ik, oh, het is lekker. Toen zei Ivo nog, je hoeft niet alles op te eten. Want ik kon nog veel meer eten. Maar dan, ja, maar ik vind het echt super lekker. Dus heb ik het wel helemaal opgegeten. Ja, precies. Oh, toen kwam er nog die kip met aardappeltjes. Nee, dat ging eigenlijk ook wel heel goed in. En toen die scone nog, jongens. Oh, die grote dingen, ja. Man, man, man. Ja, maar ik pakte het alle. Maar het was super gezellig ook. Echt lekker koken, lekker eten. Ja. Ja, en we weten gewoon net even wat meer over onze apparaten. Ja. Dus thuis. Maar ik heb vooral heel veel op de kookplaat gewerkt. En jij hebt vooral alles met de oven gedaan. Ja, en jij stoom. Gaat voortaan lekker alles uit de oven. Ja, lekker stomer. Heerlijk. Oh, jongens, ik zit zo vol. En we krijgen iets superleuks mee voor Jeppie. Oh ja. Kijk dan, een mini bakblikje. Hoe leuk is dit? Dus ik kunnen een mini appeltaartje maken. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, echt gek. Oh, Siep, zullen we echt serieus eventjes ik voel, een half uur maakt eerst in de auto? Oh, ja, hè? Even in de parkeergarage, even zo onderuit zitten. Zo. Stom achter, ja. Eventjes uitblazen. Ik zit zo vol. Ja, echt, hè? Hey, maar jij grapte dat het, zo even voor de grap zo, dat we gaan even op date, gaan kookse workshop. Ja, maar ik vond het echt serieus leuk. Echt heel leuk. Heel, heel goed, heel leuk om te zien dat ik toch beter onder. Kan koken dan jij. Wat? Oh, hebben we niet gevraagd wie er gewonnen heeft? Oh ja. Oh, ga het eens even vragen. Ja, dat is goed. Ja. Ivo, even voor de duidelijkheid. Ik was beter dan Sas, toch? Oh ja, dat is een hele goeie. Volgens mij... Geen... Dat niet doen, want jij was natuurlijk wel beter, maar volgens heeft Saskia wel de halve vinger eraf gesneden. Ja, precies, maar dat is... Zich... Geen carrière switch voor mij? Doe niet. Nee, oké. Okay. Nee, duidelijk. Doei. Hebben we er allebei niet gewonnen? Nee. Ik dacht dat hij het wel... Dat hij ons echt goed vond. Ja. Dat was niet zo. Je dacht dat het je vriend was. Ik denk niet op de receptie. Nou, het was wel leuk. Wij vonden het in ieder geval wel leuk. Ja, super gezellig. Nee, het was echt heel leuk. Zullen we een koffietje halen ergens? Ja, met slagroom. Joehoe, surfpakje aan en gaan. Ik zit hier al in mijn surfpak en ik ben weer een beetje zenuwachtig. Maar we zijn zojuist onderweg. Ik word van gestopt door iemand anders op de weg. Die zei, hey, stop eventjes. Want volgens mij gaat het niet helemaal goed met jullie surfplank. Die ligt op het dak. Maar Siep, wat is je mis? Ik zat gewoon niet goed vast. Ik was niet goed gefocust op de taak om mijn plank deugdelijk vast te maken. Bevestigen. Dus we waren hem bijna kwijt. Ja, je was bijna de decabord kwijt. Ja. Er is bijna iemand anders. Die had een decabordplankje op zijn voorraam gehad. Op zijn voorraam. Nou, zo erg dat was zo erg dat er niet was. Hij zat niet helemaal goed vast. Nee, hij schoof een beetje. Oh. Er werd ineens zo naast ons zo iemand die zo wees van, niet goed op het dak. Nee, we gaan dus zo meteen naar Wijk aan Zee. Siep heeft zijn surfpak ook al aan. En dan gaan we maar weer eens proberen. Maar weer eens proberen. Ja, ik vind het nog steeds spannend. Ik heb daar echt gewoon nog steeds een beetje buikpijn met zo'n kriebel in mijn buik, zeg maar, van. Kijk, Siep's surfplank ligt hier. En die van mij dus op het dak. Nou, die zat dus niet helemaal lekker vast, maar als het goed is zit hij dus nu weer goed vast en kunnen we weer veilig verder. Als het maar geen voorbode is voor de rest van de middag niet. Dat zijn alleen mensen die dat zeggen die zenuwachtig zijn, denk ik. Ja, dat ben ik. We zijn er. Kleine update van mijn kant. Ik vind het nog steeds heel spannend. Zoals... Hè? Je plank is weg. Niet? Ja. Echt niet. Zal het zijn. Die ligt hier boven op het dakkie. Nou, wij gaan surfen. We hebben geen GoPro mee, dus geen beelden. Maar ik zal je zo een update geven over hoe het ging. Is mijn plank? Ja, hoeveel zin heb je er eigenlijk in? Ja, echt nog heel weinig. Ja, want je vindt echt wel spannend. Dan ben je in het water, dan ben je in één keer weer in...
sta je op als een soort waterheldin. En dan vind je het weer fantastisch. Wie weet, wie weet. Dat zal je straks horen. Zo, oh. Nou, hoe laat is het inmiddels? Nou, echt een behoorlijke tijd later. Ja, ik denk dat we echt wel twee uur sowieso in het water hebben gelegen. Oh, zeker wel, ja. Ja, misschien nog wel langer. En ik heb zelfs een paar golf gepakt. Ja. En ging eigenlijk heel erg goed. Ik kwam niet verder dan mijn knieën, maar hey, al het begin is goed meegenomen. Maar ik vond het wel mega leuk. Nou, nu sta ik in een enorme poncho, want ik moet weer even kleren aantrekken. En de sleutel, voor wie zich dat afvraagt, waar je dan de sleutel hangt. Waarom moet je niet zeggen? Oh, die verstoppen we altijd. Nee, geintje. We hebben een sleutelkluis voor aan de trekhaak. Dat is super handig. Dus we nemen dan niks mee naar het strand. Alleen onszelf, de wetsuit en twee planken. Nou, en nu gaan we denk ik even ergens een biertje drinken. Wat? Een biertje drinken. Oh ja. Ja, even één pilsje gewoon om het weekend in te luiden. En dan halen we de kids weer op. Ja, lekker. Dat is onze vrijdag. Super. Ja. Ja, maar we hadden vrijdag natuurlijk altijd om te klussen. Maar ja, het huis is nu af, dus we gaan lekker surfen. Dat vind ik ook niet verkeerd hoor. Nee. Ik vond het echt heel leuk. Het is nu gespannen. Ik zeg maar vooral wat hoe leuk ik het nu vind. Dus goede ontwikkelingen. Goede ontwikkeling. Ja, dat is ook zo. Ik heb trouwens wel echt zeewater en zout in mijn oren, in mijn neus, in mijn keel. Echt overal. Dat vind ik wel het enige nadeel aan die zee. Dat het zo... zo'n hap binnen krijg je echt heel... Maar ja, daarom moet ik misschien maar eventjes wegspoelen. En daar heb ik ook zo'n loopneus. Appeltje mee in de tas. Want ik ga een wereldreis maken. Ik kreeg vanmorgen via Instagram van iemand een berichtje over iets dat ergens te koop staat. Wat ik al heel lang zoek. Waar er maar 1000 van zijn over de hele wereld. Waarvan ik zelfs de fabrikant een keer heb gemaild van... hey, hebben jullie dit nog? Kan ik hier aan komen? Nou ja, zo graag wil ik het dus hebben. En eens stuurt iemand mij een berichtje van... hey, op een Facebookgroep van zo'n verkoopding in de regio... staat deze advertentie, is het wat voor jou? Dus ik dacht echt, oh, dit moet ik hebben. Dus ik heb gelijk contact gezocht met de verkoper... En ik heb een deal gemaakt, dus ik ga nu in de auto samen met Jeppe. We moeten best wel ver rijden om het op te halen, maar het is het helemaal waard. Dus we gaan in de auto. Op zoek naar onze soort marktplaats, maar dan de Facebookgroep, app, vondst. Oké, Livie, ik ga een wereldreis maken. Maar je gaat wel heel gelukkig worden van wat ik ga kopen. Ik weet het. I love it. Hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Maar het is wel een hele onderneming. Succes. Ja, inderdaad. Voorzichtig. Ja, thanks. Ja, we moeten echt een eindje rijden. Doei lief. Love you. Jeppie gaat mee. Die heeft een nieuwe iPad-houder. Dus die is helemaal gelukkig dat hij mee mag en de hele dag mag filmpjes kijken. En Mosi laat het thuis, want die houdt echt niet van autorijden tenzij hij slaapt. Maar dit is nu geen slaaptijd voor hem. Dus dat gaan we hem niet aandoen. Jeppie, we gaan samen op pad. Ja. Heb je er zin in? Ja, zin in. Oh, je zit nog niet helemaal goed vast. Nou, ik ga even zijn harnas aansnoeren en dan gaan we rijden. 150 kilometer, misschien wel meer, verder. En ook inmiddels 10 graden warmer. Ik heb niet helemaal een goede kledingkeuze aan voor vandaag. Dus dat zie je ook wel aan mijn hoofd. Het is echt bloedheet. Ik heb een lekkere dikke zwarte spijkerbroek aan, helemaal top. Jeppie, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Jeppie heeft zich heel erg keurig gedragen. Hij heeft alleen maar filmpjes gekeken op zijn nieuwe iPad-houder. Helemaal blij. En hij heeft besloten dat hij zo meteen pasta wil eten en limonade wil drinken. Nou, dat kan ook geregeld worden. We zijn in de straat. Hier moet ik zijn om mijn ding op te halen. Jeppie, wat gaan we halen? Een beetboard. Een beetboard? Een zeebord. Spannend! We hebben hem, onze allernieuwste aanwinst. Wat is het, Jeppie? Het is... een kinderwagen. Met een skateboard. Yes! Nou, we gaan snel inladen. Ja, we hebben even lekker broodje gedaan op het terras. We hebben al heel veel bekijks met onze nieuwe aanwinst. Maar ik ga hem even inladen en dan ga ik hem thuis even goed laten zien. Want dit is me toch gruwelijk. Zo vet. Ik ben er zo blij mee. Moosje. Hey! Kijk eens. Skateboardje. Kinderwagen. Mosi en mama en Jeppie zijn op een heel ander skateboardje. Kijk! Kijk, mijn nieuwe aanwinst, jongens. Kijk eens. We waren even gestopt, want we hoorden allemaal krekels. Oh ja. Ja, hoor je dat te luid? Ja.
krekels, hè? Zo, en daar zijn allemaal koeienkonten, dus daar moeten we ook nog naartoe. Oh, kijk eens, joh. Ja, daar gaan ze. Ja, bizar. Wat een vondst. Eén van de 1000 ter wereld. Eén van de 1000. Via Marktplaats, hey! Ja, Facebook. Facebook. En via Volker. Dus muchos gracias. Heel lief. Is dit een trein? Ja. Wij zijn een trein. Oh. Wat een te gek ding, Sas. Echt. Ik had dit zo graag zoveel eerder willen hebben. Ja, echt hè? Ja, maar ik ben echt 1000 keer getagd in zo'n bericht. Want er is zo'n plaatje. Hier, dit plaatje. Dat is echt zo vaak naar mij gestuurd van... Wow, Sas, dit zou echt wat voor jou zijn. Maar ja, er zijn er maar 1000. En ik heb echt de fabriek gebeld. Ik heb op een gegeven moment een blogger gebeld die... er eentje mocht testen om te vragen of zij die toen mocht houden en of ik die dan kon overkopen. En nou ja, ik werd helemaal insane gewoon. Ik moest het hebben en nu hebben we er gewoon één en het is echt heel cool. Ja, het is echt vet. Ja, nu wil ik er nog één. Het is echt massive. Je kan ook gewoon echt met een klein beetje vaart. Ja, dan kan je gewoon een heel stuk gewoon rollen gewoon. Ja. Echt enorme wielen. Ik moet wel zeggen, hij is wel super los. Dus je moet echt wel een beetje kunnen skateboarden. Wil je echt een beetje veilig vooruit komen. Je kan hem wel vaster zetten, hè. Maar ja, dan zit je weer dat je... Dan kun je niet zo goed sturen. Ja. Nee, dan moeten we iets langzamer gaan, hè? Ja, als je inderdaad heel snel gaat met die kinderwagen, dan gaan de voorste wielen. Ja, gaan ze een beetje flieberen. Ja, je ziet dat allemaal. Papa, papa. Stop, de wielen gaan flieberen. Ja. Ja. Nog een stukje? Ja, nog een stukje naar huis. En dan kids op bed. Oh nee hoor, dat vind ik heerlijk. Nee, ja, niet zwaar. Ja, het is al best wel laat, hè? Ja. We gaan weer een beetje op in ons eigen enthousiasme. 8:30. Oeps. En we moeten trouwens ook vroeg naar bed, want we gaan morgenochtend alweer door. Ja, een soort mini-uitje, maar dan niet in Nederland. Super chill, echt heel veel zin in. Iets wat ik voor het eerst ga doen. Ja. En dit ding gaan we, weet ik niet of we die gaan meenemen, maar sowieso. Maar deze gaat sowieso, ja, op alle trips waar we een beetje de ruimte hebben om dat ding mee te nemen, gaat die mee. Ja, neem ja super chill. Nee, we gaan inderdaad de kids op bed brengen. Ja. Dus dit was het voor deze week. Tot volgende week. Ja, vergeet niet te abonneren, te liken en dan zien we jullie volgende week. Doei.